Hallo, ik ben Ilona en ik heb weer even een experiment gedaan. Daar had ik zin in. Ik wil kijken naar de maand juli en ik heb eigenlijk een eigen kaartlegging gecreëerd. Ik ga drie kaarten, die heb ik in de Engelstalige video gelegd. Dus als je wil zien hoe ik ze schud en welke kaarten ik eruit haal, dan kan je dat in de Engelstalige video bekijken. Ik heb drie kaarten getrokken voor de financiële situatie in juli, drie kaarten voor de politieke situatie in juli en daarna drie kaarten voor gezondheid, de gezondheidssituatie. Hoe gaat dat? Hoe wordt er naar buiten gekomen met de overheid? Hoe gaan ze om met gezondheid? En dan als laatste de media heb ik drie kaarten voorgelegd. Dus dit zijn de eerste drie kaarten op het financiële gebied. En dan heb ik als eerste zwaar de 10, daarna de dood en daarna staven 3. Nou, dit zijn vrij heftige kaarten. Laten we daar maar mee beginnen. Dit is eigenlijk een radicale verandering en dit is een verandering, maar dat duurt veel langer. Omdat het ook een grote arcana kaart is en de dood heeft gewoon meer tijd nodig. Dus eigenlijk zien we het totale ineenvallen van het financiële systeem en dat kan vrij heftig gaan in juli. Dus ik denk dat er nog een aantal klappers worden gemaakt op de beurs. Ik denk dat we echt wel dingen gaan zien. Misschien zien we ook echt het volledige ineenklappen van het systeem. Maar het systeem loopt echt af. Het oude systeem gaat vallen. Hoe dan ook. En dan is het beste om gewoon af te wachten en te kijken wat er gaat gebeuren. Ik heb het volste vertrouwen dat als het oude systeem volledig komt te vallen, dat er dan een nieuw systeem vrij snel opgestart wordt, het Quantum Financial System. Zo zie ik het tenminste. Kijk altijd of het resoneert met je of niet. En die vangt het eigenlijk op. Die loopt nu al parallel. Maar het zal zeker lijken alsof alles verloren is. Dat geloof ik ook, omdat dat ook weer mensen wakker maakt. Gewoon hoe dat systeem, hoe corrupt het is, hoe giftig dat systeem is, waar we eigenlijk tot nu toe in geleefd hebben. Ik denk echt dat we aan het gewoon toekijken. We zijn aan het toekijken hoe dat systeem volledig in elkaar gaat klappen. Dus bedrijven zullen in één keer in elkaar storten. De aandeelmarkten gaan volgens mij klappers maken. Ook op de cryptomarkt. Mensen vragen mij wel eens over financiële zaken. Nou, daar ben ik heel eerlijk in. Daar weet ik gewoon heel weinig van. Ook van de crypto's. Daar weet ik eigenlijk helemaal niets van. Het belangrijkste is als je daarmee gaat handelen, dat je volgens mij crypto's hebt die ondersteund worden door goud en zilver. Nou, volgens mij zijn daar maar XRP en XLM, als ik het goed heb. Maar zoals ik al zeg, ik weet er gewoon helemaal niets van. Dus daar ga ik me ook niet op richten of iets over zeggen. Het oude financiële systeem valt. Dat weet eigenlijk iedereen wel. Dat hoort ook te vallen. Want daar hebben ze natuurlijk heel veel geld weg weten te sluizen met dat oude systeem wat ze weer gebruikten. Ik heb het nu over de duistere energie voor allerlei andere zaakjes. Dat moet nu gewoon stoppen. Ze hebben heel veel van ons afgenomen. Via belastingen, via allerlei mogelijke manieren. En dat, we zijn nu gewoon aan het toekijken hoe dat in elkaar aan het denderen is. Ik kan niet gelijk zeggen dat het in juli ook echt helemaal gaat klappen. Maar dit is een vrij radicale besluiten. Een vrij radicale kaart. Maar daarnaast ligt dus de dood. Maar ik denk zeker dat het nog verder naar de afgrond gaat. En misschien gaat het ook wel volledig de afgrond in. Ik denk dat ook een heleboel mensen daarop aan het wachten zijn, omdat het totaal in elkaar gaat klappen. Maar we gaan in ieder geval in juli zien dat het nog slechter en slechter gaat. En dat het echt, het heeft zo langs de tijd gehad. Het is tijd om afscheid te nemen van dat hele oude systeem. Dus dat is een kwestie van rustig afwachten. Voor mijn gevoel wordt het daarna ook overgenomen door het nieuwe systeem. Maar het kan even lijken alsof alles weg is en alles kwijt is. Dat hoort er volgens mij ook bij het event of in ieder geval bij het wakker maken van mensen. Maar goed, zoals ik aangeef, we hebben een radicale kaart en we hebben een geleidelijke kaart. Dus het kan ook een beetje een mix worden van dat er elke keer weer wat dingen in elkaar gaan klappen voordat de echte grote klap gaat komen. Nou, de tweede rij gaat over de politiek. We hebben hier beker 6 heb ik voor de politieke energie van jullie getrokken. Zwaarde 8 en zwaarde 8 van bekers. Dus dat zijn interessant twee achten. Nou, de beker 6
is voor mij dat er gewoon politiek ook steeds meer naar buiten komt over kinderen. We hebben natuurlijk nu al heel veel gehoord over die procedure van Roe versus Wade. En wat er nu eigenlijk gebeurt met de overblijfselen daarvan. Er komt steeds meer informatie naar buiten. Welke gruwelijke experimenten daarmee gedaan worden. We krijgen nu ook steeds meer informatie over wat er met kinderen gebeurt. De handel in kinderen. Ik denk dat de politiek steeds meer naar buiten gaat komen. Ook in Amerika nu met wat er bij de grens gebeurt. Er komt steeds meer informatie wat er echt met kinderen gebeurt. Dus ik denk dat het politiek gewoon sowieso in de maand juli steeds meer naar de voorgrond gaat. We hebben natuurlijk ook die Ghislaine Maxwell zaak. Die natuurlijk ook weer heel veel naar voren heeft gebracht wat betreft dat. Dus ik denk dat er steeds meer naar buiten gaat komen. En mensen worden zich steeds meer bewust wat de overheden wereldwijd nou echt voor ons doen. Nou, helemaal niets. Ze zijn er niet voor ons. Ze zijn er niet voor de mensheid. Dus een heleboel mensen gaan zich loswrikken uit dit machteloze gevoel. Alsof ze overgeleverd zijn aan de overheid en gaan wegtrekken. Ik denk dat we meer protesten krijgen. Ik denk dat er steeds meer mensen hun eigen gang gaan. Dus echt hun eigen pad trekken. Gewoon een eigen organisatie en een eigen samenleving gaan creëren. We gaan weg van dat oude systeem. We gaan weg van die oude politieke systeem. Die staan eigenlijk ook op ineenklappen. Maar het is heel belangrijk voor mensen om in hun eigen kracht te gaan staan. En weg te gaan van dit machteloos gevoel. Alsof ze overgeleverd zijn aan allerlei overheden of allerlei regels. En dat je daar niet onderuit kan. Dat kunnen we altijd. We zijn soeverein. Wij bepalen uiteindelijk wat we volgen en wat we niet volgen. Nou, de derde rij gaat over gezondheid. En uiteraard, dat zie je hier ook in Nederland, zijn ze weer aan het proberen om terug te gaan naar de angst voor wat er al 2 jaar rondwaart. Een heleboel mensen zien nu wel in dat dat natuurlijk compleet onzin is. Ik heb als eerste kaart de ridder van bekers. Kracht heb ik. En staven 9. Dus ze gaan proberen weer naar die oude angsten. Want het is iemand die denkt dat hij weer moet vechten, dat hij weer moet strijden. Of dat er weer iets aankomt. En daar proberen ze op in te werken. Van ja, pas op, het komt er weer aan. Er komt weer een nieuwe golf. We moeten voorbereid zijn. Nou, dit is eigenlijk, dit is eigenlijk een kans voor een heleboel mensen om zoiets te hebben. Van ja, maar dit gaan we echt niet meer doen. Een heleboel mensen hebben nu ervaren wat het is om opgesloten te zitten. Om dus met passen te werken. We hebben het nu meegemaakt. We kunnen dus nu niet meer zeggen dat dat niet gaat gebeuren. Of dat dat maar een complot is. Mensen hebben nu gezien dat dat allemaal klopte. En dat dat waarschijnlijk ook weer zou kunnen gebeuren. Dus mensen komen steeds meer in hun kracht. Mensen weigeren dit gewoon. Een heleboel mensen zijn aan het wakker worden. Weigeren ook een volgende wespensteek. Er komt ook steeds meer informatie over de wespensteek naar buiten. Ik heb net nog iets gelezen over de vruchtbaarheid die gekelderd is sinds mensen dus begonnen zijn met die uitrol van die wespensteken. Wat natuurlijk heel verdacht is. Mensen gaan dingen bij elkaar voegen. Daarnaast hebben we natuurlijk nog steeds dat er heel veel mensen aan het wegvallen zijn. Helaas, en dat is gewoon heel triest en gewoon heel erg, maar dat is de schade van de wespensteek. Dus mensen gaan het nu ook in hun directe omgeving merken van, er klopt gewoon iets niet. Er klopt gewoon iets niet aan dat hele systeem en wat er gebeurd is en wat de overheid gezegd heeft en aan de wespensteek. Meer en meer mensen gaan nu zien dat dat met elkaar te maken heeft. Er komen nu zoveel dingen naar buiten. Mensen die plotseling neervallen. En ze zijn nu al allerlei excuses aan het verzinnen waarom dat syndroom er blijkbaar opeens is. Maar uiteindelijk zijn mensen echt niet dom hoor. Ze gaan echt op een gegeven moment wel de connectie leggen. En natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die dat gewoon niet willen. Die dat weigeren. Maar het gaat erom dat steeds meer mensen zien dat dat met elkaar te maken heeft. Dat iemand net een wespensteek gehaald heeft en binnen 2-3 dagen valt hij neer. Mensen zien dat echt wel. Er wordt gelukkig ook steeds meer vanuit de medische wereld uitgesproken. Dus verpleegsters, verplegers, dokters die zich uitspreken aan wat er aan de hand is en dat dit gewoon niet meer kan. Er komen daar ook veranderingen in. Ook in juli voel ik ook dat er steeds meer naar buiten komt. Nou, als laatste heb ik de media. En dit is interessant. Ik heb gerechtigheid voor de media. De dwaas en zwaarde 7. Dus dit voelt voor mij aan, zeker met gerechtigheid, dat ze
weinig keuze meer zullen hebben. Maar dat ze gewoon moeten volgen wat de witte hoeden hun opgeven. Maar er zijn nog steeds duistere energieën. Die nog denken dat ze ermee weg kunnen komen. Die nog denken dat ze hun programma kunnen uitvoeren. Je moet je ook voorstellen dat een heleboel mensen ook geprogrammeerd zijn. Dus die kunnen niet verder kijken dan hun programma. Die volgen gewoon wat hun opgegeven is. En die volgen gewoon hun instructies. En die kunnen ook niet verder denken. Dus die denken ook dat ze ermee wegkomen. Er zullen ook een paar zijn die echt vanuit hun arrogantie denken. Van niemand kan mij echt wel doen. Maar veranderingen gebeuren. Want zeker met de dwaas, dat is een energie van iets totaal nieuws. Dus we hebben natuurlijk ook dat er steeds meer mensen naar de alternatieve media gaan kijken. Als je gewoon wereldwijd kijkt, zijn er steeds meer mensen die naar andere nieuws kijken, naar andere media kijken. Die niet meer naar die reguliere media gaan kijken, want dat geloven ze toch niet meer. Dus daar is in juli komt daar echt een meer balans. Hè? Je ziet hier ook de balans. Ik denk ook dat er steeds meer waarheid naar buiten komt. We zien nu ook al in Nederland dat er steeds meer dingen op de Nederlandse tv naar buiten komen. Van ik denk zo, dat is een witte hoede invloed. En ik denk dat we dat steeds meer gaan zien. Het is het klaarmaken voor mensen van hoe het echt in elkaar zit. Wat er nu echt gebeurt. Dus zeker ook in de politiek wat kinderen betreft. Daar mag nog heel veel naar buiten komen. Laten we eerlijk zijn. Dat is nog een beerput die echt volledig open moet. En waarin we echt van alles moet gewoon gezegd worden. Willen we gaan helen. Dit zal in etappes gaan gebeuren hoor. Dat kan je niet in één keer naar buiten brengen. Dat zullen een heleboel mensen gewoon niet gaan geloven. Maar er komt nu steeds meer naar buiten. In de media is het gewoon niet meer te stoppen. Dus ik denk dat we gewoon sowieso wereldwijd in de media steeds meer waarheid gaan zien. In die zin van dat we gewoon gaan zien wat er echt aan de hand is. Die giftige systemen waarin we eigenlijk al jarenlang leven. Die politieke systemen, daar gaan we van weg. De giftige systemen financieel, dat valt volledig in elkaar. De belastingssystemen zijn eraan verbonden. Gewoon alles. Het is één giftige zooi. En natuurlijk ook de medische systemen. Want ze proberen ons nog bang te maken voor de volgende golf. Ze zijn natuurlijk met dat broodje aap bezig. Nou, dat valt helemaal weg, om heel eerlijk te zijn. Ik zie eigenlijk in de Nederlandse media al dat er bijna geen aandacht meer voor is. Want het is eigenlijk ook onzinnig. En ik denk dat een heleboel mensen dat nu ook inzien. En steeds meer hun eigen weg gaan volgen daarin. En dat is zo belangrijk. Dus ik zie jullie eigenlijk financieel valt gewoon weg. We gaan gewoon echt die systemen helemaal aan elkaar zien vallen. Of de crash ook echt gaat gebeuren in juli. Het zou kunnen. Het zou ook nog ietsje langer gaan duren. Het zou het kunnen duren omdat we de dood ernaast hebben liggen. Maar we kijken gewoon toe hoe dat oude systeem volledig in elkaar klapt. Maar het kan dus in één keer wel heel radicaal gedaan zijn. Want dit is wel een hele interessante kaart. Dit is echt een kaart van en nu is het klaar. Dus dat is gewoon even afwachten hoe dat gaat. Maar we zien het aan alles. De beurzen, alles zakt ineen. Het wordt soms nog kunstmatig een beetje hoog gehouden en dan klapt het weer in elkaar. We zien het ook grote bedrijven zoals Disney en Netflix. Die verliezen gewoon gigantisch veel op de aandelenmarkt. Nou, het politiek zien we ook. Mensen stappen weg daarvan. Je ziet het natuurlijk hier ook al in Nederland. Mensen aan het wakker worden zijn. Accepteren dingen niet meer. Zeker met de boeren. Dat is ook heel belangrijk. Wat er allemaal gebeurt. Dat dingen naar buiten gaan komen. Dingen over de kinderen gaan naar buiten. Steeds meer naar buiten komen. Qua gezondheid proberen ze het nog wel. Maar erg veel draagvlak is er niet meer. En in de media komt er gelukkig steeds meer waarheid naar buiten. Hier wil ik het graag bij laten. Hopelijk tot de volgende video. Dag!